Goedemorgen, schatje. Dit is zondag. Nee, het is donderdag. Nee, het is zondag, 18 september. Morgen gaan we vliegen. Ja. Dus dit is onze laatste volle dag. Laatste volle dag. Ja. Eén laatste ontbijtje. En wat nemen wij? Omelet. Ja, dat is lekker. Nee, omelet met cheese. Ja. En ham. Nee, ik wil only cheese. A little bit of cheese. A little bit of cheese. Ja. Anders doen ze zoveel kaas erop, dat je gewoon bijna niet meer kan ademhalen. Ja, ze doen er wel echt heel veel kaas op. Echt vragen, a little bit. En wat gaan we daarna doen, naar het marktje? Ja, gaan we naar het marktje Los Cristianos. Ja, samen met jouw paps en mams. Ja. En dan eens even kijken wat ze hebben. Ik wil heel graag zo'n opener in de vorm van een piemel voor onder de overkapping. Dat vind ik gewoon leuk. Oh nee, dan moet jij hem ook een keer vasthouden. Nee, ik hoef geen bier over te maken. Dat had ik nog niet bij nagedacht. Ik denk, ik vind hem maar gewoon leuk uitzien. Ja. Oké, dan misschien moeten we dat dan niet doen. Je wordt er ook eentje voor jouw vader. Ja, voor mijn vader wil ik er ook eentje. Het leek me leuk. Ja, dus ik denk wel dat we dat gaan doen, toch? Nou wel. Ik moet hem eventjes zetten op niet zo dichtbij, want hij staat nog op dichtbij van de dierentuin gisteren, zie ik. Kijk maar. Ik moet hem even aanpassen. Dus dat ga ik doen, ja. Zometeen. En dan gaan wij nu bikje doen. Ja, bikje. Nou, toedels. Pandora. Of een Prada-tas. Prada. Pandora. Nog even langs een paar dingetjes. Maar hier leeft het al, hè? Ja, echt, regen. Gelooft hij ook direct? Nou, maar dan zie je ons straks al. Oké, yo, doei. Wat zei hij? Zijn jullie nog op de markt? Ja, hij vroeg hoe het was. Ik had hem net niet op normaal gezet, zag ik. Toen wij daar een stuk eventjes zaten. Wij zijn naar Los Cristianos geweest, zeg ik dat goed? Ja. Met mijn zweetgezicht. Het was echt heel erg warm. Maar dat is ook wel logisch. Temperaturen zie je nog goed. Ja. En wat hebben wij gekocht, schatje? Tudum. Ja, die is heel speciaal gekocht. Ja. Er was daar een man op de markt. Die verkocht van die, lijkt wel een soort van een zeempjes. Nou, normaal zou je zeggen, dat is altijd lariekoek. Maar het werkt gewoon echt. Hij had een bak met water. En dan deed hij gewoon zo'n doekje erin. Nou, en al dat water trekt allemaal hierin. En dan haal je hem zeg maar uit die kom weg. Nou, hij laat geen water los. Dus ik dacht, van, dat is ideaal voor mijn auto. Auto mooi even schoonmaken. En dan kan ik dit mooi hiermee opdrogen. Ook wel voor thuis. Ja. En als het niet wat is, dan gaat hij in de auto. Oh ja, Otto is ook iets Twents volgens mij. Dat is iets Twents? Otto, dacht ik. In de prullenbak. Vuilnisbak. Vuilniscontainer of afvalcontainer. Afvalcontainer. Ja, in Twente, of in elk geval wij, noemen dat Otto. Je zei het, ik denk volgens mij is dat... Prullenbak, vuilnisbak. Prullenbak, ja, zoiets. Nou, we hebben nog verder gehaald. Ja, nog iets moois van onder de overkapping. Ja. Dat kun je vast ook wel in Nederland of zo kopen, maar wij zagen dat en dat was mooi. Ja, ook een soort souvenirtje. Ja, dit is gehaald. Die is echt heel gaaf. Ja. Van de Peaky Blinders. Ja, die is echt mooi. Dat is een serie die wij allebei mooi vinden. Ja. Dus, en eentje voor de jacuzzi. Echt geweldig. Ja. Dit hoort er uiteraard ook bij, onder onze overkapping. Die vond Michel echt heel mooi. Oldschool. Ja. En Jägermeister. Mijn favoriete drankje.
Ik begin echt te hoesten. Zoals jullie denken al vaak hebben gezien, een tasje. Ik heb een tasje gekocht. Nou ja, gekregen van Michel. Echt heel lief. Hier, een echte neppert. Leuk voor de zomer. Ja. 10 euro. 10 euro. Bij die kraampjes. Goed kijken. Want voor sommige tasjes vroegen ze voor echte neppers. Heel klein. 30 euro. Gaan wij niet doen. En dus deze, alles was 10 euro. Perfect. Dus die hebben we. En dan hebben we nog iets gekocht voor de mensen thuis. Ja. Nu kunnen we dat wel laten zien, want als ze dit zien, dan hebben ze het al. Ik bevind ze echt geweldig. Deze is nog voor ons. Weer zo'n schaaltje met in een kokosnoot. Dit is dus een kokosnoot. En dan hebben ze hem dus helemaal glad gemaakt. En dit erin gemaakt. Dat is echt heel gaaf. Dus deze is nog voor ons. Deze is voor Sean en Jeffrey. Echt heel leuk. En omdat mama heel erg van de groen is, hebben we een groene gehaald voor papa en mama. Echt mooi. Dus dan hebben we die ook nog gehaald. Leuke souveniertjes. En voor Michels ouders hoeven we geen souveniertje, want die zijn mee. Ja. Dus, dat was ons souveniertje voor hen. Ja, dit was het cadeautje van ons aan Michels ouders. Omdat ze hem heel veel geholpen hebben met de woning. Ja. Dus, en dan kun je beter herinneringen maken dan gewoon zo wat doen. Dus. Ja. En dat hebben we gedaan, hè, schatje? Ja, zeker. Nou, wij gaan even opfrissen en dan naar het zwembad. Oh, lekker zwemmen. Ja. Doei. Wij zijn, heel mooi Nederlands, wow, wij zijn vanavond de boulevard op geweest hier, voor het hotel. Daarvoor. We hebben een beetje een bende op de kamer, wij gaan alvast de koffers inpakken. Kijk. We hebben ook nog wat dingetjes gekocht vandaag. vanavond. Een sigaretten voor deze visstick. Want je mag 1 slof per persoon meenemen. Ja. Dus dat gaan we natuurlijk doen, want dat scheelt echt heel veel. Wat hebben we nog meer gekocht? Wat drinken voor morgen. Wij moeten morgen om 12 uur uitchecken. En dan moeten wij ons nog eventjes vermaken. We worden om 13:30 opgehaald bij ons hotel. En we hebben nog heel leuk een bordje gekocht voor onder de veranda. Nog 1. Even kijken. Hier is die. Kijk, met Tenerife erop. Echt leuk. Dus we gaan de koffers inpakken. We hebben nog even een drankje gedaan. Een cocktailtje aan de bar. En verder hebben we weinig gedaan, hè? Ja, weinig. We zijn de hele boulevard hier afgelopen voor. En nou zijn we een beetje moe. Dus. Nog een beetje de spullen inpakken. Ja. Of moeten we dan morgenochtend allemaal weer doen en dan weer gaan zitten? Nee, wij gaan morgenochtend om 7:30 ontbijten. Daarna meteen zwemmen. In lekker koude water. Ja, het zwembad is dus niet voorverwarmd. Dus dat is wel een dompe. En nog een beetje zonnen. En daarna verder onze koffer inpakken en uitchecken. En dan gaan we vliegen. Zo. En dat is het. Dus dan zien we jullie morgen weer. Ciao!
Ciao, ciao.